Ik had daar iemand, ze hadden in mijn rapport geschreven van, wij zaten dus allemaal naast elkaar en die stoelen zijn best wel breed. En dus ja, dan raakte mijn knie de knie van een andere man. Dus je zit daar te luisteren naar je pastoren. Nou, die man die zat onderuit en die gaat te luisteren, weet je wel. Nou, en toen moest ik bij de staf komen, dus ze hadden iets opgeschreven. En las ik in één keer van, jouw knie zat tegen de zijne aan. Waarom was dat eigenlijk? Had je daar een bedoeling bij? Of had hij daar een bedoeling bij? Hadden jullie een relatie met elkaar? Bloeide er iets op tussen jullie? En denk ik van, hallo, wij zitten daar naar een gesprek te luisteren van die kerk. Nergens op gebaseerd, oké. Okay. Wij zitten daar, die man zat onderuit. Zijn knie raakt mijn been, weet je wel. Dus ja, niks aan de hand. En vervolgens had ik een mandarijntje, die was ik aan het eten. Dus er was de laatste mandarijntje op de schaal die daar lag. Want je krijgt dus, er wordt fruit neergelegd. En iedereen mag dus bijvoorbeeld één appel of één mandarijntje of één kiwi pakken. Dus dat is voor iedereen uitgeteld, weet je wel. Nou lust ik bepaalde stukjes fruit niet. En ik weet dat ik dan dat extra stukje fruit wat er lag niet voor mij is. Dan denk ik van, nou ja, dan ligt er al 2 dagen, ik eet het maar op, weet je wel. En dan komt die man naar me toe en hij zegt van, god, ja, dat is eigenlijk mijn mandarijntje. En dan denk ik van, nou, dan zielig het, weet je wel. En dan zeg ik, nou, hier heb je de helft van je mandarijntje en eten we hem samen op, weet je wel. Nou, vervolgens komt die vrouw dus een gesprekje bij mij op zelden van, ja, ik had gezien dat jij hem een mandarijntje gaf. Waarom deed jij dat? En van niks maken ze zo'n verhaal dat ik denk van, waar gaat dit over, joh?